Ik ben de leraar volkgitaar van de academie. Ik maak deel uit van een fantastisch team volkleerkrachten in de volkafdeling. De volkgitaar onderscheidt zich van de klassieke gitaar die nylonsnaren heeft in het feit dat wij stalen snaren hebben. En we spelen ook natuurlijk voornamelijk akoestisch. We leren dit instrument doorheen de jaren op verschillende manieren bespelen. Bijvoorbeeld met een plectrum. En daarmee kunnen we melodieën spelen. Of we kunnen begeleidingen spelen. En we kunnen dan elkaar begeleiden in de les. Of bijvoorbeeld ook de doedelzak of het accordeon of de zangers. En dan klinkt dat als volgt. Verder spelen we ook met de handen, met de vingers van onze handen. En dan tokkelen we op het instrument. Dat kunnen bijvoorbeeld ook begeleidingen zijn. Of we kunnen ervoor kiezen om volledige melodieën en begeleidingen te combineren. We spelen voornamelijk muziek uit de eigen en de Europese volktradities. Dus dat kan gaan van het eigen land, maar dat kan ook muziek zijn uit Ierland, Spanje, Italië of ook uit Scandinavië of uit het Oosten. Nog een bijzonderheid is dat we ons instrument een beetje op een andere manier stemmen. Re, la, re, sol, la. Deze stemming staat beter bekend onder de naam dat gat. D-A-D-G-A-D. We gebruiken deze stemming omdat deze heel mooi aansluit bij de stijl en de klank die zo eigen is aan volk. Voilà, dus dit was mijn instrument in een notendop. Als je nog meer over wilt weten, dan kunnen we elkaar misschien ontmoeten in september. Tot ziens en bedankt voor het kijken. Dag!